video en zoals je kan zien in het midden staat bij ons Bonnie. Hi! We gaan vandaag een video met z'n drietjes opnemen en dat is namelijk de Outfit Budget Challenge. De Budget Outfit Challenge. En ik heb er heel veel zin in om te gaan shoppen. Ja, want met deze challenge gaan wij alle drie een winkel bezoeken. Drie budgetwinkels. Dan gaan we voor 25 euro proberen een zo volledig mogelijke outfit te scoren. En wie de leukste heeft, die wint. Nou, dat is dus wat we in deze video gaan doen. En op Bonnie's kanaal hebben we ook nog een video opgenomen. En wat gaan we daar doen? Ja, daar gaan we met z'n drieën naar een kringloopwinkel toe. En dan gaan we voor elkaar een outfit proberen te scoren in elkaars stijl. Dus ja, die kan je hier nakijken als je dat leuk vindt. Dus doe vooral al een duimpje omhoog als je zin hebt in deze video's. En laten we dan gewoon gelijk beginnen. Zo, we zitten in de auto. We zijn naar het winkelcentrum gereden. En ik heb hier drie loodjes gemaakt. Mm. En op elke staat een winkel. Er staat of Zeeman, of Vibra, of Action op. Dus uit deze drie moet je eigenlijk een loodje trekken. En dat is de winkel waar je naartoe gaat. Ik ben heel bang dat ik Action krijg. Action wordt heel moeilijk. Lijkt mij moeilijk. Zo moeilijk. Ik dacht eigenlijk dat het wel fijn was om Action te hebben. Nou, neem jij dan eens Action. Action nemen wij de anderen wel. Maar, ik hoop het meest Zeeman, denk ik. Ik ook. Ik ben helemaal niet heel erg bekend met de Vibra. Ik denk dat de Zeeman super chill is. Ah, Vibra misschien ook wel. Moeten we ze alle drie tegelijk openmaken? Ja. Oké. Ik ga nog niet kijken. Nee! Ja! Ik heb de Vibra. Ik heb Zeeman. Oh man! Oh, ik ga sowieso verliezen. Ik denk dat Action echt best wel leuk kan zijn. Hier. Nee, nu ga ik hier weer blijven. Dus ik heb hem. Oh. Zeeman wordt het. Oké, nou succes. Ik kan beter tegen mezelf zeggen. Ja, ja. Succes. Nou jongens, we hebben onze canvas tasjes gereed voor onze spulletjes die we zo meteen gaan shoppen. Dus we meeten hier straks weer. Op de trappen. Ja. Heel veel succes. Ja, nee, we hebben allemaal 20 minuten, dus laten we snel gaan. Oké, bye. Het is de Zeeman XL. Ik hoop dat ik hier geluk mee heb. We gaan het zien. Nou, ik ben nu bij de Action. Ik vind het heel spannend. Ik hoop dat ik iets van een leuk rokje of zo kan vinden. Maar ik ben heel bang dat de meeste kleding is ingepakt. Maar ik ga het maar checken. Nou, ik ga naar de Vibra toe. En die staat hier achter me. En ik ben heel erg benieuwd of het me gaat lukken. Ik hoop dat het aanbod een beetje goed is. Zo, ik kan niet zo goed filmen, want er zit elke keer een verkoopster bij mij in de buurt. In ieder geval wat leuke dingetjes gevonden. Dit topje vind ik echt super leuk, maar ik krijg hem niet echt te stylen. Ik heb een heel ander leuk topje met van die ruches. Een roze broek, een bomberjasje, een andere gestreepte broek. En ook nog een basic shirtje met bloemenpatch. Echt wel leuke items, maar wel heel lastig te combineren. En de meeste items zijn ook in een best wel grote maat. Dus er is niet heel veel keuze. Nou, ik weet niet hoe het bij Tara en Larissa zit, maar dit is echt om te huilen. Want ik zie hier dus sowieso bijna niks wat ik leuk vind. En nu zag ik net eindelijk iets waarvan ik dacht, zo, dat is best wel een coole broek. Maar dan is hier dus alleen maar een XL en verder zit niks in de verpakkingen. Je hebt niks in maat S en M. Ik denk dat ik straks naakt tevoorschijn moet komen. Dit wordt zo erg. Iets wat wel heel leuk is, is deze soort van shiny pet. Maar deze roze ook wel. Dan heb ik in ieder geval een leuk accessoire. Dus ik ga deze pet, ja, deze roze. Dit is de kinderafdeling, maar dit is echt geweldig eigenlijk. Ik vind deze heel erg leuk. Misschien hebben ze hem in grote maat. Nou, ik zit nu eventjes te kijken bij alle kleding. En ze hebben echt heel veel leuke dingetjes, zoals dit shirtje. Ik denk dat dat nog wel eens een winnaar kan zijn. Maar het aanbod is echt heel erg leuk. Oh, het gaat zo slecht. Ik zit nu te kijken, want ik heb dus een grijze broek, een wit shirt en een roze pet. En eigenlijk vind ik dit de leukste schoentjes. Deze vind ik oprecht heel leuk. Die staan eigenlijk heel stom bij de outfit. En deze vind ik bijvoorbeeld ook leuk, maar die hebben ze helemaal niet in mijn maat. Dus het gaat echt niet zo lekker. Nou, ik heb nog even verder gekeken, maar verder zag ik alleen maar kinderkleding en pyjama's. Die ook echt niet konden bij de outfit. En deze strandtas, die vind ik dus wel super cool. Maar ook dit past gewoon niet bij de outfit. Maar ik ga het toch maar meenemen, want ik heb nog budget over. En dan zie ik er gewoon uit als iemand die naar het strand gaat, maar die per ongeluk vergeten is dat ze er joggingbroek nog aan heeft of zo. Maar ja, mijn tijd is ook voorbij, dus ik zal wel terug moeten. Ik weet zeker dat zij het beter hebben gedaan, maar dat gaan we nu zien. Zo, ik ben weer klaar en ik heb mijn outfit last minute helemaal omgegooid. Het kan een succes worden of totaal niet. Alles zit hierin. Ja, nou, we gaan het zien. Ik heb mijn spulletjes al geshopt. Bonnie heeft de spulletjes al geshopt. En waar is Larissa? De tijd is al lang om, hoor. Ik weet het niet. Misschien moet ze lang bij de kassa wachten of zo. Mm-hmm. I don't know. Strafpunten, hè? Tijdstrafpunten, ja. Inderdaad.
Daar zitten ze hoor. Ik ben veel te laat. Oh mijn god. Yes. Ik ben hier al 5 minuten terug, hè? Nou jongens, we zijn weer terug van onze shopping sessie. En we gaan nu allemaal onze outfits aandoen. En die jullie natuurlijk laten zien en ook aan elkaar. Dus let's do this. 3, 2, 1. Wow! Met schoenen? Inclusief schoenen. Nou, dit is echt leuk. Die bril is super nice. Is dit een rokje? Nou ja, het was eigenlijk een hele lange rok. Maar die heb ik dus heel lang. Oh, ik zie hier ook iets. Ja. Wow, leuk. Wow. Ik vind die bril super cool ook. Ik dacht, ik ga voor een fabulous look. Beetje festival opvallend. En ik heb last minute geswitcht. Want ik kwam deze rok tegen. En toen dacht ik, dit is hem. Gewoon lekker kleurrijk. Opvallend. Die schoentjes. Het is wel echt niet Tara. Nee. Ja. Dat echt compleet. Maar ik vind hem wel heel erg cool. Goed gedaan. Oké, waarschuwing. Het wordt heel lelijk. 3, 2, 1. Nou, het is niet zo vreselijk. Nou, dat was zo stom. Ik moet zeggen, ik ben positief verrast. Ja. Bedankt. Ik had echt iets heel vreselijks verwacht. Nee, ik dacht, het is maar in deze combinatie gewoon. Het is zelfs niet jouw muis. Nee. Ja, gewoon. Maar die pet is leuk. Nee, maar ik vind de pet dan wel, denk ik, oké, leuke roze pet. Maar dan is het weer zo'n lelijk model. Ja, het model is niet echt heel hip. Nou, zoals ik al een beetje zei, vind ik dus alles niet zo heel goed bij elkaar passen. Op zich vind ik gewoon dat hele basic van die jogging en dat shirtje wel leuk. En ik denk dat ik die slippertjes wel hou, want die zijn eigenlijk ook wel gewoon fijn voor thuis. En die waren echt maar 2 euro of zo. En ja, ik dacht, ik wil ook een tas erbij. Toen zag ik deze strandtas, maar ik vind dat echt niet bij de jogging en zo passen. Maar op zich, als je ziet hoe het eruit zag daar, ben ik wel een beetje tevreden. 3, 2, 1. Oh! Hello! Oké. Leuk! Nou, jullie zijn echt zo best wel van die festivalgangers en dan kom ik hier zo in. Leuk! Nou, ik moet zeggen, heel goed, ja. Dit is heel goed gelukt. Staan dus wel op blote voeten. Ja, niet compleet. In die tijd die Larissa genomen heeft, had ze wel schoenen moeten hebben. Ja, ik dacht echt dat jullie wel schoenen zouden hebben. Dus ik voel me wel een beetje gefaald. Dat moet ik even toegeven. Ik vond het shirt heel erg leuk. Maar toen kwam ik ook nog bij de accessoires van deze pinnetjes tegen. Dus toen heb ik er nog wat extra op gedaan. Om dat net iets specialer en drukker te maken. En deze bril vond ik wel echt heel erg cool. En zo'n denim bandje maar. En de broek vind ik echt super chill. Hij is heel lekker luchtig. En er zitten zakken in wat heel erg fijn is. Ja, en je schoenen? Ja, ze hadden echt geen boeiende leuke schoenen. Echt hele foute slippers eigenlijk alleen. Dus die heb ik gelaten. Maar ik heb nu stiekem wel een beetje spijt dat ik daar misschien toch niet even wat beter door heb gekeken. Dat is jammer. Ik moet eerlijk toegeven dat ik het heel jammer vind. Nou, we hadden een budget van 25 euro en nu vraag je je misschien wel af hoeveel heeft elke outfit precies gekost. En wie van ons had de goedkoopste outfit en wie van ons de duurste? Ja, en als ik nu eventjes mag gokken, dan denk ik dat jij waarschijnlijk de duurste had en jij de goedkoopste. Dat denk ik ook. En ik er tussenin. Het zou kunnen, ja. Ik heb ergens ook wel zo'n gevoel. Of nee, ik denk eigenlijk dat jij duurder uit bent geweest dan Tara. Okay. Ik denk dat ik het duurst ben dan Tara en dan Money. Nou, hoe duur waren jullie? Ik was €21,95. Oh, oké. Ik was €20,77. Ik heb €23,96. Oh, hey. Grappig is dus dat als ik deze tas niet had genomen, was het maar €14, hè? Wow. Dat is niks. Ja. Dit en dat. En dan was hij wel compleet geweest ook. Ja. Wow. Nou, zijn we ook super benieuwd naar jullie mening over onze geshopte budget outfits. Dus laat ons zeker eventjes in de comments weten wie jij vindt die de leukste outfit heeft. Dus laat me even weten of je misschien Tara als eerste zet. Of Bonnie of mij. Doe maar eventjes zo'n top 3 maken. En we zijn heel erg benieuwd naar jullie meningen. Zoals we net al zeiden, hebben we ook een video opgenomen samen met Bonnie. En deze vind je op haar kanaal. Linkje daarvan zullen we in de beschrijving delen. En daar hebben wij het kringloopkwartier gedaan. En dat is ook echt een super leuke video geworden. Dus ga daar ook nog eventjes zeker heen om de video te kijken. Vergeet deze video geen duimpje omhoog te geven als je hem weer leuk vond. En vergeet je natuurlijk niet te abonneren op ons YouTube kanaal en op die van Bonnie. En ik vond het echt super gezellig vandaag. Ja, ik ook. Dus dan zie ik jullie weer terug in de volgende video. Doei! Doei.